Hou je van de kerk? Ik hoop het, want het is de absolute nummer 1 passie van Jezus. Jezus en ik begrijpen elkaar niet goed als ik niet van de kerk hou. Want daar is hij dag en nacht mee bezig. Daar heeft hij zijn leven voor gegeven. Daar komt hij voor terug. Daar hing hij voor aan het kruis. Voor de kerk, voor zijn kerk. En hij wil dat we daar van houden zoals hij ervan. De discipelen herinnerden zich, stond in de psalmen. Mijn passie voor uw huis heeft mij verteerd, staat er. Jezus houdt zo van de kerk. Hij voedt en koestert haar. En we hebben nu een serie, Ik ben de kerk. En ik hoop dat het je helpt om van de kerk meer te gaan houden, het plan van God te ontdekken. En inderdaad bewust te zijn van, oh ja, de kerk, dat ben ik. Niet hun, ze mogen wel eens een beetje, nee, ik ben de kerk. En daar gaan we naar kijken. Vader, dank u wel, Heer, wilt u tot ons spreken vandaag. Heer, ik bid uw zegen, ik bid uw goedheid, ik bid uw zalving. Open onze ogen, ons hart, ons denken, als we uw woord openen in Jezus' naam. Amen. Dus heel kort eventjes, wil ik heel snel even herhalen wat we vorige keer deden. En dan natuurlijk het vervolg vandaag. Weet je, we keken, het was een ontdekkingsreis. En het begint al heel gauw, het is niet zo moeilijk om de kerk de schuld te geven van allerlei dingen. Totdat je een spiegel voorhoudt bij jezelf. En denk, oh wacht even, dat ben ik ook. Ik ben deel van de kerk. De kerk is niet volmaakt. Voorganger is niet volmaakt, ik ben niet volmaakt, niemand is volmaakt. En misschien zeg je wel gelijk, wat wil die van me? Wat wil die? Ik doe al dingen in de kerk. Wat wil die nou? Waar gaat die heen? Ik ga nergens heen, behalve dan dat we hopen meer van de kerk te gaan houden. En onze plek, die zo belangrijk is in Jezus, met liefde te vervullen. En soms, weet je, dan praat je over iets en dan wordt er een soort zenuw geraakt. Of een wond. Kijk, als mijn hand gezond is, zo gebeurt er eigenlijk niks. Maar als hier een wond zou zitten, kon ik dit echt niet doen. Zou het vreselijk pijn doen. Nou, God die zet ons in een huisgezin. Sorry voor mijn stem, een beetje verkouden. En God die zet ons in een huisgezin en die wil dat we met elkaar optrekken. En soms doen dingen pijn of lastig of vervelend. Nou kan je twee dingen doen. Je kan zeggen, ja, je doet me pijn. Of je kan je afvragen, waarom raakt mij dat nou zo? Is er misschien een open zenuw die daar ligt? Is er misschien een... Waarom? Wat moet er genezen bij mij? Soms moet je voor jezelf eerlijk afvragen. En ik kom van een achtergrond van dikke afwijzing, oké? Okay? Dikke afwijzing. Ik weet meer dan de meeste van jullie wat afwijzing is. Dan zeg je, nou zegt u veel. Maar als ik terugkijk naar mijn jeugd, met de tieners gaan zwemmen, geen haar op mijn hoofd. Zou ik niet durven. Toen ik vijf, zes was op het schoolplein, zat ik altijd in mijn eentje op een bankje te wachten tot de pauze voorbij was. Ik denk dat er weinig mensen zo geworsteld hebben met afwijzing als ik. En mijn voorganger toen in Utrecht, toen ik nog voor me trouwen, die zei een keer tegen mijn Erald. En ik zei, ik bid dat God mijn afwijzing wegneemt en zo. En toen zei hij iets en ik wist niet of ik heel kwaad moest worden. Ik wist niet wat ik ermee doen moest. En hij zei, Erald, je vraagt er ook om. De manier waarop je loopt en kijkt en je terugtrekgedrag, je vraagt om afwijzing. Het is helemaal om jou heen. Wijs mij maar af. En ik dacht, ik ga hem killen, die vent gewoon. Want ik worstel al met afwijzing en dit is wat mijn lieve voorganger mij vertelt. Ik ben het nooit vergeten. En ik ben ermee aan de slag gegaan. En er is een proces gekomen. Heer, genees mij. Nou kan ik de rest van mijn leven iedereen de schuld blijven geven. En de kerk. De kerk zou toch meer liefdevol moeten zijn. De kerk zou mij toch niet moeten afwijzen. Zo kom je er nooit uit. Bel me mee, ze hebben ontdekt. Zo kom je er nooit uit. Als je zegt, Heer, er is iets bij mij. Een open zenuw, een wond, een iets. En ik wil dat u dat herstelt. En ik begrijp dat dat soms door dingen heen juist gebeurt. Want in je eentje op een bankje gaan zitten op het schoolplein, elke pauze, daar kom je niet door van afwijzing af. Dat maakt het alleen maar erger. Sommigen van ons lopen en we leven op een manier dat het alleen maar erger wordt. Weer afgewezen. Weer niet. En het is een soort herhalende. Ik probeer je te helpen. Ben ik iemand aan het helpen hier? Ik hoop het. Daar waar je zegt, nee, Heer,
Het is niet de kerk die me die pijn doet en het is niet de mens, het is niet het team, het is niet de voorganger. Het is niet... Ik wil weten waarom het mij zo raakt en ik wil daar vanaf. Ik wil dat u mij geneest. U bent mijn geneesheer, Jezus, niet de voorganger. Do I look like God? Zie ik er goed? Zie ik eruit als God? Nee toch? Zeg even nee. Lijkt er niet op. Nou, de Bijbels gezien lijken we zijn weer made in his image, maar die begrijp ik bedoel. Dus als we dat kunnen gaan pakken, dan gaat er al zoveel anders worden. Dan zeg je, oké, ik begrijp, ik neem mijn verantwoordelijkheid. Oké, dus we hebben gekeken, je bent een onmisbaar deel. 1 Korinthe 12 zegt, je hoort erbij. God heeft een plek gegeven aan ons allemaal. Aan ons allemaal. Niemand hier, als CLC je huis is, je huis noemt, thuis. God heeft een plek voor je aangewezen om mee te bouwen. En de tweede was, we zijn verschillend, maar we werken samen. En juist het verschil maakt het zo mooi. Die verschillende types en mensen en profielen. En God wil dat we eruit komen samen. En dat we elkaar aanvullen en waarderen voor hoe God ons gemaakt heeft. We zeggen alles op basis van liefde. We proberen dat in ieder geval. 1 Korinthe 13 wordt vaak voorgelezen op de trouwerijen. Huwelijksinzegeningen. En dat is mooi, het gaat over de liefde. Maar het is een stukje wat gaat over hoe christenen met elkaar om zouden moeten gaan in de gemeente. Dat is de context. Hoe wij met elkaar op willen trekken. Weet je, als je deel wil zijn van de kerk, een deel wil blijven van het lichaam van Jezus, betekent het dat je actief deel bent. We hebben gekeken naar de CAO, weet je nog? De Christians and Easter only. Christmas and Easter only Christians. 2 keer per jaar. Nee, de Heer zegt, wees actief, wees bouw mee. Bouw mee, wees wat ik, betrokken bij wat ik aan het doen ben. En we werken aan eenheid. Weet je, we bewaken eenheid. Het is zo belangrijk om de eenheid te bewaken. Om te zeggen, dit is wat we doen. Dit is de 4 dingen die we doen. Dit is het evangelie. God heeft ons geroepen om discipelen te maken, om mensen te helpen. Die eenheid over de missie is heel belangrijk, maar niet moeilijk. De missie is wat Jezus zei in Matthäus, geloof 28, ga en maak alle volken mijn discipelen, doop ze en help hun met waar ik jou mee geholpen heb. Dat is de missie. We zijn er als kerk om mensen te helpen. Dat heb ik niet verzonnen. Dat is de grote opdracht. Die staat in de Bijbel. Jezus zei dat vlak voordat hij terugging naar de hemel. Dus de missie is niet moeilijk. We zijn er voor om mensen te helpen. Dat wat God jou heeft laten zien, om dat door te geven aan andere mensen. En we zeiden, roddel of negatieve praat is zo negatief. En dat weten we allemaal wel, maar laten we er voorzichtig mee zijn. Om het niet te doen. Er stond een heel rijtje Romeinen, allemaal hele negatieve dingen. Moordzuchtig en zo. En doortrapt en kwaadaardig. Dan denk je, jongen. En in dat rijtje staat roddel. Negatief praten is in Gods oog heel verkeerd. Het maakt ontzettend kapot. Het is heel erg negatief. Het is verwoestend in de kerk. En de 7e die we zeiden, vergeving. Weet je, er is iets van vergeving wat zo belangrijk is. Als wij met elkaar optrekken als kerk, een huisgezin van God, dan is vergeving zo belangrijk. Want je zal dingen meemaken. En soms kom je mensen tegen die praten over een jaar geleden, over 2 jaar geleden, over 3 jaar geleden. Niet zo heel lang geleden zijn er een paar mensen gaan praten over, het was nog de vorige kerk, dan heb je het over 13, 14 jaar geleden. Sommigen weten wie ik bedoel. En 14 jaar geleden ga ik nu vertellen over, dat was toen zo fout. Dan denk ik, waar is je vergeving? Loop je nou al 14 jaar jezelf te kwellen en je doet dus niks in de kerk, want je bent teleurgesteld in de kerk. Je houdt van Jezus, zeg je tegen me, maar de kerk heb je een beetje gehad. Nee, de Heer wil je helpen om te vergeven. En het is een essentieel ding. We hebben gelezen, zoals jij anderen vergeeft, zo vergeef ik jou, zegt God. Dat is best, eigenlijk is dat best heftig. Dus word goed in vergeving en in genade en in, weet je wel, get along with each other. In de Engelse Bijbels, in de Messages en zo staat het allemaal zo mooi. Get along with each other. Learn to get along with each other. Leer om makkelijk te zijn, om vrijgevig te vergeven. Niet wachten tot ze komen vergeving vragen. Sommige mensen komen nooit. Dan zit je de rest van je leven bitter te wezen, want ze hebben nooit vergeving gevraagd. Geef het terug aan de Heer. Geef het terug aan de Heer en ontvang zijn vrijheid. Want vergeving zet jou vrij. Dat is absoluut een waarheid. Vergeving zet jou vrij. Vrij van verwonding, vrij van verwarring, vrij van
Who is in your head? Ken je dat? Wie zit er in je hoofd? Welke stem zit in jouw hoofd? Ik hoop niet mijn stem. Ik hoop het niet. Maar soms heb je van die situaties met mensen. En welke stem zit er in je hoofd? En dan moet je gaan vergeven, teruggeven aan de Heer. En zeggen, Heer, ik pak mijn verantwoordelijkheid om hier goed doorheen te komen. Oké, nummer 1 van vandaag. Ik eerst. Ik kan me nog herinneren dat ik als jongetje... mijn zusje was 5 jaar jonger. Angeline heet ze. En wij zaten op de achterbank van de auto op weg, volgens mij vakantie. En we hadden ontzettend ruzie over een zakje chips. Zij was heel gemeen, ik niet natuurlijk, hè. Zij was natuurlijk... Dus zij zat met de zak chips op schoot, maar die was voor ons samen. Nou, dat werd enorme ruzie. Zo erg, dat mijn ouders de auto moesten stoppen. Dan moesten we gaan praten. Nou gaan we eens even luisteren naar ze eventjes. En we gaan de chips verdelen. Dat is kinderlijk gedrag. Kinderen kunnen heel egoïstisch zijn. Nou, gelukkig, als je opgroeit als christen, is dat gedragspatroon helemaal weg. Dus dat is het goede nieuws van vandaag. Dat is het goede nieuws. Zelfs de discipelen hadden ruzie over wie is de belangrijkste hier. Marcus 9, vers 33. Waarover waren jullie onderweg aan het reden twisten? Nou, toen viel er een pijnlijke stilte. Want ze hadden het over wie het belangrijkste was. Maar ze voelden ook wel aan, ja, dat is ook niet echt een goede vraag. Dus bij Jezus zeiden ze niks. En toen zei de Heer, ik neem jullie even apart, dan gaan we weer. Hij heeft een masterclassje over wie hier het belangrijkste is. En dan zegt hij die woorden die we allemaal wel kennen. Wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal willen zijn. En ieders dienaar. De Heer zegt, ik wil dat je leert dienen. Ik wil dat je leert dienen. Het woord dienen staat 60 keer in het Nieuwe Testament. Geroepen om te dienen, punt 2. Het staat 60 keer in het Nieuwe Testament. Toen ik dat las over, de Heer Jezus, weet je wel, die neemt ze apart. Oh jongens, hebben jullie het nou nog niet door? Oké, nou gaan we weer zitten in de kring. Jullie hadden het over wie is de belangrijkste. Ik ga jullie leren wie belangrijk wil zijn, moet leren dienen. En ik denk, ik zou daar wel een tv-opname van willen hebben. Die gezichten van die discipelen. Allemaal naar beneden kijken en zo. Ja. Totdat je realiseert uiteraard. Ja, dat ben ik ook. Ik zit ook in die kring. De Heer zegt het ook tegen mij. Efeze 3 vers 7 staat van het evangelie ben ik een dienaar geworden, zegt Paulus. Ik ben een dienaar geworden van dat evangelie. Door de gave van Gods genade die ik ontvangen heb door zijn kracht die in mij werkt. Als je echt wil leren dienen, dan heb je Gods kracht nodig. Heb je dat ook al ontdekt? Want soms gaat het niet zoals je wil en werken met mensen kan uitdagend zijn. En er is teleurstelling en er is weet ik veel. En je zit in een team van 4 en 2 komen niet opdagen zonder afzeggen. En niet hier in CLC, wij doen natuurlijk altijd wel afzeggen. Maar er zijn kerken waar dat gebeurt. Er zijn kerken, maar je laat niks horen en dan zit je dan met z'n tweeën. Met je kinderwerk, je hebt 4 mensen nodig. En weet je, al die dingen, dienen heeft zo zijn uitdagingen. En God bouwt ons karakter daardoorheen. En Paulus zegt hier, ik doe het in Gods kracht. Ik doe het in Gods kracht. Ik doe het uit zijn liefde en ik doe het in zijn kracht. In eigen kracht ga je niet lang volhouden. Dat is wat wij ook hebben ontdekt. In eigen kracht wordt het vervelend en saai en gaat allemaal niet lekker en heel anders. En dan ga je Gods kracht ontdekken. Je zal nooit de volle vreugde beleven als kerklid als we steeds onze eigen verlangens nastreven. Wist je dat? Er is iets waar we kunnen zeggen, niet mijn verlangens of mijn voorkeuren, maar ik wil dat het werk van God doorgaat. Het is zo belangrijk dat we zien wat God aan het doen is in ons midden. Dat je je focus op de Heer houdt. Soms zijn er wel eens gesprekken geweest dat ik dacht, heb je nog enigszins iets met wat God doet, zeg maar? Of is het alleen maar met een natuurlijke oog kijken naar wat er wel en niet goed is? En laten we elkaar blijven bemoedigen om te zeggen, hey, kijk wat God doet. Kijk naar wat Hij aan het doen is. En zijn aanwezigheid. En zolang mensen worden aangeraakt, worden gered en hersteld. En, weet je wel, dan weten we dat God in ons midden is. En daar willen we ons op focussen. Dat is zo'n groot verschil. Er was een kerk... Nee, ik moet zeggen, een onderzoek in Amerika. Nou, ik moet even bijzeggen, ik weet niet of hier Amerikanen zitten in de zaal. De eerste dienst wel. Hey, we houden van Amerikanen, oké. Okay? Dit ging over kerken die steeds meer naar binnen gingen gericht zijn. En een aantal kenmerken die je dan ziet. Eigenlijk waren er overheersende gedragspatronen. Daar waar meningen beginnen te overheersen. Waar mening een beetje een minachtende toon krijgt.
daar ben je echt, echt niet goed bezig. Want dat is niet de Heilige Geest. Zo praat de Heilige Geest niet. En zo bouwt God zijn kerk niet. Dus een paar punten in Amerika gelukkig, hè, ver weg. Dus niet bij ons, wij doen het hartstikke goed allemaal. Maar in Amerika. Oorlog over de worship, weet je wel, liedjes. Welke liedjes, te hard of te zacht. En oeverloze vergaderingen. Eindeloze, weet je wel, de missie moet centraal blijven staan. En sommige mensen hebben het gevoel dat ze recht hebben op dingen. Nou, het is een eer en een voorrecht. Eigenlijk zou je een houding moeten hebben, they own me nothing. Ze zijn me niks verschuldigd. Als je daar kan komen, mijn medebroeders en zusters, mijn leiders, mijn voorgangers, zijn mij niks verschuldigd. Dat is hoog niveau. Als je daar komt, dan ga je een gigantische vrijheid ervaren. Echt een ander level. Ik ben het mee eens. Ik hoorde dat van Richard van der Kolk. Ik heb het wel eens een tijdje geleden verteld, of in een teammeeting. En er was een... Er was iets van een conferentie en zo. En ik vroeg aan Richard, dat is al jaren geleden. Ik vroeg aan Richard, krijg jij nou van de conferentie ook een spreker op zondag? En er zijn allerlei sprekers. En die worden dan een beetje verdeeld in Hillsong, in Londen en andere plaatsen. En dat was ook 2 weken van tevoren. En toen zei hij, weet ik niet. Ik zei, weet je dat niet? In Amsterdam. Toen zei hij, nee, als ik ze krijg is mooi, als ik ze niet krijg... Dat is niet mooi. En toen zei ik in mijn stomme Hollandse mindset. Nou ja, Richard, het zou toch wel leuk zijn als ze ook aan jou denken. Weet je wat, stuur iemand naar Amsterdam. En toen, Gary zat toch wel een beetje. Oh, er komt water aan, denk je. Dus Gary zat toch wel een beetje. En toen keek hij mij aan en toen zei hij: He owns me nothing. Nou, er ging bij mij een bom af. Jongen, wat een hoog niveau. He owns me nothing. Dat is zijn leider. Nou, wij Hollanders hadden waarschijnlijk gezegd, nou ja, hallo, hey, mogen wij ook een beetje mee van de vruchten genieten? Weet je, ik weet niet wat voor woorden je zou gebruiken. Als je daar kan komen, ik ben hier om te dienen. Een dienaar heeft geen voorkeur. Ik dien Jezus. En wat ik krijg is mooi. En wat ik niet krijg, ook best. Ik weet je, daar hangt mijn waarde niet van af. Daar hangt mijn vreugde niet van af. Mijn vervulling niet. Nou, dit is hoog niveau leiderschapsniveau eigenlijk. Dit krijg je zomaar gratis erbij. Zomaar een paar minuten. Veel hoger niveau dan dit heb ik nooit gehoord. Ik bedoel, dat begrijp jij niet van mij. Dit was iemand anders iets zei. Ik vond het enorm uitdagend dat ik wist, diep in mijn hart, dat is het Koninkrijk van God. Jezus is jou niks verschuldigd, toch? Je kan niet zeggen, Heer, ik wil dat u... Nou, dat denk ik niet. Sommigen werkten de hele dag, sommigen werkten 1 uur. Weet je nog bij Jezus? Ik wijk even af van me. En ze kregen allemaal hetzelfde loon. En dan zeiden mensen, het is niet eerlijk, want sommigen hebben maar 1 uur... En dan zegt de Heer, mag ik doen wat ik mag doen? Als ik ze allemaal hetzelfde wil betalen, dan betaal ik ze allemaal hetzelfde. En dat, bij ons is dat, hoe kan dat nou? Zit je na te rekenen? Ineke Bello, financieel team. Dat klopt toch niet? Is dat niet eerlijk? He owns me nothing. Ik weet niet waarom ik daar zo bij stilsta. Maar een aantal hier worden uitgedaagd om op dat niveau te komen. En je zal een compleet nieuwe doorbraak in je leven gaan zien. Compleet nieuwe doorbraak. Tjonge, wat een vrijheid. Want, wat is het andere? Dat je eigenlijk allemaal verwachtingen hebt, toch? Nou, ik vind dat die wel eens een keertje terug mag bellen. Ik vind dat die e-mail nou eindelijk wel eens een keer... Ik vind dat hij wel eens wat meer aandacht aan me mag besteden. Ik vind dat hij wel eens een beetje mag zien wat ik allemaal doe in de kerk. Ah, heel vermoeiend. Ik heb een beetje te doen. Dat je hoofd daar vol mee zit. En het wordt een beetje blurry. Want je doet het niet voor mij, je doet het niet voor de kerk, je doet het voor Jezus. Toch? Kom ik over? Of ik loop een beetje uit. Anyway, dus hier staat Hebreeën 13 vers 17. Ik vond het zo'n mooie tekst. Als je praat over dat hele lastige woordje onderwerping. Je mag kuchen als je wil. Je mag heel ongemakkelijk gaan schuifelen in je stoel. Ja, zoiets.
Hebreeën 13, vers 17 in de NIV zegt het zo mooi. Lees maar met me mee, hier staat hij. Have confidence in your leaders and submit to their authority. En dan staat erbij, because they keep watch over you as those who must give an account. Do this so that their work will be a joy, not a burden. For that would not be to benefit of you. En ik vind het zo mooi gezegd als het gaat over... Submission vind ik sowieso al een mooier woord dan onderwerping. Dat werpen vind ik ook waardeloos. Dat ben ik met je eens. Onder en werpen. Hadden we nou niks anders kunnen verzinnen dan dat in het Nederlands? Maar submission vind ik al mooier. Je hebt een missie. En ik zet mijn schouders onder de missie. We willen Jezus bekendmaken. We willen dat zijn koninkrijk doorbreekt met geweld in deze stad en dit land. En die missie, daar wil ik mijn schouders onder zetten. Daar kan ik al wat meer mee. En hier staat het nog zoveel mooier. Have confidence in your leaders and submit to them. En toen ik dit las, dacht ik, de vraag is meestal niet echt die submission. De vraag is de confidence, vertrouwen. Je gaat je niet onderwerpen aan iemand die je niet vertrouwt. Of het moet je baas zijn en je wil gewoon aan het eind van de maand je salaris hebben. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Er is iets wat, je ziet de hand van God, je ziet iets wat God aan het doen is. Dat geeft je vertrouwen. En dan zeg je, oké, die kan ik volgen. Daar kan ik submissive aan zijn. Zie je hoe mooi dat is? Maar de vraag is vertrouwen. De vraag is niet de submission zelf. En hier in Hebreeën 10, vers 35. So do not throw away your confidence. It will be richly rewarded. Ik merk het steeds aan mijzelf. God is zo aan het aangeven dat hij spreekt over vertrouwen. En vertrouwen is zo'n belangrijk, essentieel ding in jou en mijn leven. God vertrouwen, mensen vertrouwen. Een tijd geleden hoorden we van iemand die hier sprak en die zei... Fill the gap with trust. Vul de afstand, het gat, met vertrouwen. Nou, wij Hollanders, wij denken niks ervan. Als ik het niet goed weet, niet goed begrijp... als ik niet nog eens even eerst een keer alles door kan spreken... dan heb ik geen vertrouwen. De Heer zegt, fill the gap with trust. Begin met vertrouwen. Begin niet met wantrouwen, begin met vertrouwen. En weet je wat het is? Vertrouwen gaat niet zozeer over die andere persoon. Het gaat over jouw hartstoestand. Eens? Eens? Ik vind dat ik beter uitleg dan jullie ja knikken, maar... Het gaat over jou en mijn hartstoestand. En God zegt, gooi dat vertrouwen niet weg, wereld. Dit gaat over het vertrouwen in God uiteraard. Want het zal enorm rijk worden beloond. Jouw vertrouwen. En de vijand weet dat ook, dus die probeert vertrouwen aan alle kanten te ondermijnen. Want als je God niet helemaal vertrouwt, je leiders niet helemaal vertrouwen, je kerk niet helemaal vertrouwt, zo eigenlijk alle christenen niet helemaal vertrouwt, en dan wordt het een eenzaam leventje. Maar de vijand kan daar zo'n voordeel en God kan zo weinig doen. Toen, er waren nog een paar punten uit Amerika, maar dat sla ik over. Toen Mozes, punt 3 is, kan je de hand van God zien. Toen Mozes de 12 verspieders uitstuurde. Ze stonden voor dat beloofde land en hij stuurde 12 verspieders. De vraag is of dat Gods bedoeling is geweest. Er staat nergens dat de Heer zei dat hij dat moest doen. Hij stuurde ze gewoon. En er kwamen de 10 terug. Die zeiden, kan niet, gaat niet. En 2 zeiden, gaat wel. De vraag was vertrouwen. Vertrouwen ze op God of niet? Kan je Gods hand zien? Of zie je alleen reuzen en jezelf als sprinkhanen, wat zij zeiden? Dat is de echte vraag. Vertrouwen op de Heer. Vertrouwen. Je hebt Chris net gehoord over... Wat, 1000 euro extra over mijn tiende? De vraag is van vertrouwen. De vraag gaat niet over hoeveel nulletjes. De vraag is vertrouwen. Dus hier staan die 12 verspieders en ze komen terug. En je vraagt je af waarom. En het volk ging dus niet op beloofde land in. En je vraagt je af, Mozes, waarom deed je dat? Is het misschien omdat hij, net als wij, mens... We hebben de neiging om iets te weten over morgen. Is mijn morgen oké? Wat gebeurt er komende week, komende maand, komend jaar? Hoe... En als je boven de 50 bent, zoals ik, dan ga je daar nog meer over na. Dan ga je over dingen als pensioen en waar wonen we straks en zo. Dat soort. Het heeft allemaal te maken met
Heer, morgen. De Heer zei, maak je geen zorgen over morgen. Elke dag heeft genoeg zijn eigen kwaad. Dat vinden wij heel moeilijk. Ik vind dat ook heel moeilijk. Want ik wil wel een beetje weten hoe het morgen is. Heb ik nog een baan? Heb ik een huis? Heb ik een partner? Heb ik een kind? Heb ik geld genoeg? Hoe gaat het in de wereld waar we in leven? Hallo. Waar gaan we heen? En het zijn allemaal vragen van vertrouwen. En we zijn allemaal onderweg. Ik spreek ook tot mijzelf. Dit is niet altijd makkelijk, maar ik wil dat wel leren. Mozes die stuurde, ga eens even kijken in morgen. Wat kunnen we verwachten? Nou, dat was niet best wat we kunnen verwachten. De vraag was, vertrouw mij, Mozes. Weet je, als de Heer zegt, dien mij. Dien mijn kerk. Ik ben de kerk. Ik ben deel van de kerk. Ik kies ervoor om niet commentaar en allerlei dingen. Maar om deel te zijn. Deel van het antwoord, deel van de oplossing, deel van het bouwen. En de grote vraag soms daaronder is vertrouwen. En de vraag daaronder is, voor wie doe je het? Jezus kan je altijd vertrouwen. Hij zal je zegenen. Hij zal je... laatste tekst, Filippenzen 2 vers 5. Een hele mooie christelijke houding. Laat onder u de gezindheid, de houding heersen die Jezus zelf had. Dus het was als voorbeeld voor ons. Dit is de Heer zelf. De gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast. Niet op zijn positie. Niet op zijn positie. Maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf, werd aan een mens gelijk. Als mens verschenen heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaamd tot aan de dood, ja, de dood van het kruis. Dat is ons voorbeeld. Jezus zei, ik ben gekomen niet om gediend te worden, maar om te dienen. En dat is onze uitdaging voor jou en mij, iedereen die CLC thuis noemt. Zijn wij gekomen om gediend te worden of om te dienen? Om mee te bouwen, om mee te bij te dragen. Wat kan ik doen? En we geloven in twee dingen, allebei. Mensen helpen hun gaven en talenten te ontdekken. En tegelijkertijd is ook die houding van, waar kan ik helpen? Waar kan ik dienen? Gewoon, wat is er nodig? Waar is de nood? Kinderdagverblijf? Prima, ga ik daar helpen. Ja, als ik, weet je wel, dan kunnen die ouders de Heer ontmoeten. En, ik dien waar nodig. Dus ik hoop dat je geïnspireerd bent en dat je vrijheid ervaart door dit alles heen. Dat hoop ik echt. Niet zomaar vrijheid. Dit is de weg naar vrijheid. Ons oude denken. De cultuur van de wereld. En dan de cultuur van Gods Koninkrijk. Hoe meer we gaan wandelen, staat ergens in de psalm, geloof ik. Gaan wandelen in Gods wegen. Your peace will be like a river. Dat staat in het Engels bij. Jouw vrede zal als een rivier zijn. En soms zie je mensen worstelen. Dan denk je, dat is niet nodig. Als je zou wandelen in Gods principe, dan zou je die vrede gaan ervaren. En dat is mijn hele motivatie om hier in te duiken. De Heer, ik weet dat er voldoening is. Ik weet dat er vrede en vreugde is. Daar waar we wandelen in uw wegen. Waar we u dienen, waar we de kerk dienen. Mensen helpen. En daarom dat we daarbij stilstaan met elkaar. Is dat oké? Zullen we gaan bidden? Vader, we danken u, Heer, dat we in uw huis mogen zijn. En ik bid zo, Heer, dat deze boodschap een boodschap van vrijheid zal zijn. En mensen zal helpen. Vrij van ons oude denken, onze oude gewoontes die ons nergens hebben gebracht. En in de nieuwe vrijheid. De vrijheid om u te dienen, mensen te dienen. De vrijheid om de kerk te zijn zoals u het heeft bedoeld. De vrijheid om een verschil te maken. De vrijheid om de Heilige Geest te zien werken door alles heen. Door mij heen, door iedereen heen. En zo bid ik, Heer, dat u ons leidt. Vult met uw Heilige Geest, met uw goedheid. In Jezus' naam. Amen.